En dat was dan vanuit Rouen Mart Smeets in gesprek met Joop Zoetemelk. We kijken nog even naar de uitslag van deze zevende etappe, dat wil zeggen van het tweede gedeelte. Jan Raas heeft de sprint gewonnen. Achter hem zaten Van Vliet, Osmond, Jacobs, Eddy Scheper, Klaus-Peter Thaler, de Belg Hoste, Guido van Kalster, Rudy Pevenage en de Belg Bijsens. We hebben op dit moment het algemeen klassement nog niet voor u, maar ik denk dat daar niet zo wezenlijk veel in veranderd zal zijn na die tijdrit van vanmorgen. Al met al was het... ik vergeet nog wat. Natuurlijk, de klassering van de andere Nederlanders in de rit van vanmiddag. Johan van der Velde werd de 11e, iedereen dus in dezelfde tijd als Jan Raas. Jonkers zit op de 17e plaats, Joop Zoetemelk werd geclasseerd als 19e en Henny Kuiper als 30e. Voor Kuiper was het natuurlijk niet zo'n prettige dag vandaag. Hij is in het algemeen klassement toch achterop geraakt. Zoals gezegd, we kunnen u dat op dit moment niet laten zien, omdat we de cijfers daarvan nog niet binnen hebben. Maar er zal niet erg veel veranderd zijn na de tijdrit van vanmorgen. Waarschijnlijk is Badjo wel van zijn tweede plaats af, maar zeker weet ik dat niet op dit moment. Geen beste dag dus voor Kuiper. Een prima dag voor de ploeg van Post. Vanmorgen de tijdrit gewonnen, ploegentijdrit. En dan ook nog eens een ritoverwinning van Jan Raas. Het kan niet beter. Trouwens, de ploeg van Walter Godefroot zal ook niet ontevreden zijn, want die hebben nu al 4 dagen in de persoon van Rudy Pevenage, de gele truidager, in hun midden. Dat is wat er op dit moment over de Tour te melden viel. Wat Wimbledon betreft kan ik u nog meedelen dat op dit moment op het Center Court Björn Borg zijn halve finale speelt tegen Brian Gottfried, de verrassende halve finalist. Hij is niet geplaatst en hij is ook nog een keertje zonder setverlies in die halve finale terechtgekomen. En tot nu toe is het zo dat Borg de eerste set heeft gewonnen met 6-2, maar dat de tweede set met 6-4 voor Gottfried was. En daar kan dus ook nog van alles gebeuren. En wat zou dat een verrassing zijn als Gottfried finalist wordt in plaats van Borg, maar het zal wel niet. Nou, dat is wat we u op dit moment allemaal te melden hadden. Morgen gaat de Tour van Flair naar Saint-Malo. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. Maar we zijn er al eerder, omdat op Wimbledon dan de damesenkelspelfinale gespeeld wordt. We zien u graag om 3 uur op Nederland 2 bij die damesenkelfinale. Wat ons betreft graag tot dan. We'll be right back.